Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven is al jaren gespecialiseerd in de hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik. We nemen die rol graag op ons. Omdat we ook merken dat door gespecialiseerd aanbod. mannen veel sneller in staat zijn om over de traumatische ervaringen te spreken. Tot voor kort richtte de GGZE zich vooral op vrouwen die het slachtoffer zijn van misbruik. Maar de afgelopen tijd melden zich steeds meer mannen die door paters of pastoors seksueel zijn misbruikt. Zeker ook met de. Media-aandacht voor het misbruik in de kerk zien we dat er steeds meer slachtoffers zich melden. En uh, er is gewoon een achterstand ten aanzien van het behandelaanbod uh, voor deze groep cliënten. En GGZ heeft de afgelopen jaren al erg zijn best gedaan om het aanbod uit te breiden. En we willen daar graag op die tour doorgaan. De behandeling van de mannen bestaat uit individuele en groepsgesprekken. De GGZE hoopt dat de kerk mee zal betalen aan de behandelingen, zodat er meer hulpverleners ingezet kunnen worden en de wachtlijsten niet langer worden. Er worden op dit moment al zo'n 50 mannen behandeld.